Een geweldige helft in Alkmaar is genoeg. Leon Brouwer ongenaakbaar in Woerden. En Adelaar het tactisch brein achter de zegen van de Vogels. Dames en heren, een welgemeend goedenavond bij Namen en Rugnummers. We zijn blij dat we hier zijn, zo vlak voor de kerst. Nog 3 daagjes, speciale dagen. Gert Kruis zit hier met argusogen gekeken naar de zegen van Utrecht op AZ. Je eerste reactie. Nou, dat is een hele positieve, want een klinkende en verdiende overwinning. Ja, en 45 minuten had je er genoeg aan. Ja, het had voor rust al 5-0 moeten staan. Maar ik vond de tweede helft, ondanks de storm van AZ, dat Utrecht moeiteloos overeind bleef. En we zijn trots dat hij hier aan tafel zit om gewoon de eerste seizoenshelft en de zegen op AZ eens even door te spreken met Robbie Alphen. Heb je een beetje geslapen of vooral kort? Na een wedstrijd is het altijd moeilijk slapen, of je nou wint of verliest. Maar die dag erop gaat het dan een stuk beter. Dus afgelopen nacht ging prima. Wat heb je vandaag eigenlijk gedaan, tot nu toe? Ik ben op Zoudenballen geweest om beelden terug te kijken van AZ. En ik heb een interview gehad voor FC Utrecht TV. Maar niet gesproken over wat er na de winter moet gebeuren? Hoe bedoel je? Nou, gewoon op elk gebied. Trainingskamp nog voorbereid, andere zaken nog. Nee, dat hebben we natuurlijk al een groot gedeelte gedaan. En we trainen eerst nog een paar dagen hier voordat we op trainingskamp gaan. Dus dan zetten we de puntjes nog even op die. Ben je zenuwachtig voor de komende maand? Waarom? Nou, dat er misschien wat kan gebeuren. Mensen vertrekken. Oh, nee hoor. Weet je, bij ons vertrekken er eigenlijk, de eerste helft van het seizoen, vertrekken er iedere week mensen, omdat ze geblesseerd zijn. Dus dat went heel erg snel. En wat je niet hebt, kan je niet opstellen. Dus daar ben ik absoluut niet nerveus voor. Maar daar wil ik even kort over zijn. Dat ligt gewoon aan de velden van Zoudenballen, volgens mij. Al die vele blessures komen daaraan ten grondslag, denk ik. Ik vind het moeilijk, maar ik geloof niet meer in toeval. Want het is al 3 jaar zo. Dus er moet iets aan de hand zijn. En misschien zijn het wel de velden. Wat denk je, hoeveel procent geef je dat? Want zelf loopt dat ook niet lekker. Ja, dat weet ik niet, hoeveel procent ik dat moet geven. Maar, nee? Maar het is moeilijk. Het zijn allemaal incidenten op zich. Allemaal andere blessures. Dus het is heel moeilijk een oorzaak vinden. Maar als ik er dan 1 zou moeten zeggen, ja, dan zeg ik het moet de velden zijn. 2 keer Duplan en Diemers zorgden voor een 3-0 zegen in Alkmaar. 1 helft waarbij FC Utrecht het gevreesde 4-4-2 systeem van AZ compleet kapot speelde. En dat was genoeg voor een prima zegen. Het is dat Rubin en Ayoub nog buitenkansen lieten liggen, want anders was de zegen nog groter uitgevallen. Eigenlijk doe je jezelf nog tekort dat je niet al meer goals hebt gemaakt in de eerste helft. Maar ik denk dat het 2 verschillende helften waren. De eerste helft was prima voetballend en de tweede helft was prima verdedigend. En goede teamprestatie, denk ik. Het is gek, hè, wat Utrecht doet dit seizoen. Ja, wisselvallig. Hè? Ik denk dat dat het woord is voor de eerste seizoen zelf. Maar je ziet wel, als je zo'n wedstrijd speelt tegen AZ, waar het gewoon hartstikke lastig winnen is, is toch wel eventjes een statement die we neerzetten hier. Complimenten aan de staf. Omdat het was, ik moest echt aan denken op het veld. Van, het is ongelooflijk. Het is precies wat hij de hele week eigenlijk op de training heeft gezegd. En complimenten. Ik denk dat iedereen gewoon blij met de staf is. Echt, het gaat goed. Tommy, congratulations. Was this the last game for you in Utrecht? It's difficult for me to say, I guess. I'm not sure what's going to happen in January, but obviously tonight was a fantastic game for us. And when you play like this, I'm hoping it's not my last game here. Yeah, you're getting crazy about all the rumors? Yeah, well, I guess for me, I just try to focus on playing, and I think everything off the field kind of takes care of itself. This season it's been from a team's perspective a little bit inconsistent. So for me, I'm fully focused on the second half of the season, trying to turn that around and trying to get more points and perform like we did today. But if something comes up in January and the club's going to look at seriously, then yeah, that'll be the case. But to be honest, it's difficult for me to know what lies ahead. Heb wel geleerd om antwoorden te ontwijken, Gert. Merk het. Maar voor Utrecht en ook voor Tommy zou het wel heel goed zijn. Ik denk dat Robbie wel jammer gaat vinden als hij weg zou gaan. Aan de andere kant denk ik dat wanneer Kali terug is, heb ik al meer gezegd, dat Kali, Ayoub en Willem Jansen een ontzettend goed middenveld vormen. Ook de ontwikkeling van Patterson, Rob, is eigenlijk heel positief. Dus Rob heeft best wel heel veel wisselgeld. En voor de club is het goed. Maar ik denk ook voor Tommy heel goed is. Ja, waarom? Nou ja, ik denk dat hij wel weer toe is aan een volgende stap. Ja. En dat merk je ook aan hem. Dat hij spreekt niet echt uit van ik wil hier graag blijven, ook wil verlengen. Dus ik denk wel dat je spelers moet hebben die graag zelf willen blijven. Maar zien we aan deze oor de macht van de zaak waarnemen? Want in het verleden zei oor nog wel eens, ja, ik wil deze club niet gratis verlaten. Die club heeft heel veel voor mij gedaan, heel veel voor mij betekend. En nu loopt hij, als hij het nog een half jaar zou volhouden, gewoon gratis de deur uit. Ja, zaakwaarnemers, René, denken eigenlijk aan zichzelf en aan spelers. En hebben niks te maken met belangen van clubs. Het is wel jammer, want Tommy
Zulo en Sirota zijn natuurlijk door Utrecht jarenlang hierheen gehaald. Jongens zijn goed behandeld. En Utrecht had daar wel de hoop dat ze daar wat voor terug zouden krijgen. Nou, in dit geval lijkt het erop dat ze daar niet zo heel veel aan gaan overhouden. Robbie, stel dat hij uit zijn contract loopt. Betekent dat dan dat je na de winterstop niet meer op zal stellen? Ik heb er nog niet over nagedacht. Okay. De bedoeling is dat we geld gaan overhouden aan Tommy. Dus dat zou betekenen in de winterstop weg. Hij heeft eerst nog een toernooi met Australië. En als het moment daar is en hij wordt niet verkocht, dan ga ik eens overleggen en er serieus over nadenken. Maar op dit moment heb ik er echt nog niet over nagedacht. Maar dat is wel moeilijk van je huidige baan. Als je de 11 beste op zou willen stellen, dan zou die daar ongetwijfeld bij passen. Maar op het moment dat het zakelijk belang komt, dan moet je daar anders over denken. Ja, maar ik ben in dienst van een club. En dus moet ik ook denken aan de club. Dat vind ik heel logisch. Maar los van dat, ik vind ondertussen wel dat de 11 beste bij FC Utrecht noemen moeilijk is. Ik denk dat wij een stuk of 17, 18, misschien wel 20, die kan je er zomaar opzetten. Ja. Dus jammer als die weggaat, maar ik hoef daar geen eens een ander voor erbij. Want we hebben in de breedte zoveel goede eredivisiespelers. En als we dan wat overhouden, prima. Waarom heb jij tegen Pronk gezegd, toen jij Hardeveld aan de gang zag, zet hem eens een tijdje linksback in tweede? Ja, weet je, we hebben ondertussen 3 of 4 rechtspoten aan die kant geprobeerd. Ja. Nou, als je er zoveel probeert, dat zegt al dat je niet helemaal tevreden bent natuurlijk. En idealiter staat daar gewoon een linkspoot. En met een linkspoot neem je naar buiten mee. Heb je net een fractie van een seconde meer tijd. En dat maakt net het voetballen wat makkelijker. En voor een tegenstander wat moeilijker om druk te zetten. Dus ik vind Jeff een goede speler. Hij heeft meeste centraal gespeeld. Maar ik vind ook wel dat hij linksback kan spelen. Heeft hij op trainen ook gedaan. Hij heeft er nu 2 keer gespeeld. Prima gedaan. En ja, dan is de nood aan de man. Mark van der Maro viel op het laatste moment af. En ik heb ook geen moment getwijfeld om Jeff dan op te zetten. Want hij kan gewoon prima voetballen. Want jij vond hem in potentie een goede speler. Ja, hij is een goede speler. Jij had me er al op gewezen. Maar die jongen maakte tegen AZ een hele goede indruk. En Robbie geeft al aan, wat ik ook een aantal keren bij jou al heb geroepen. Als je gaat opbouwen en je hebt een linksbenige speler daar, gaat het allemaal even wat sneller. Rechtsbenige spelers moeten natuurlijk altijd, die staan eigenlijk verkeerd. En dat was ook een noodgreep, denk ik, Rob. Hè? Want ja, Zulo is geblesseerd. En dan kom je toch terecht bij Koeman van der Marel. Maar ja, dat zijn echt rechtsbenige spelers. En deze jongen is een goede voetballer. Rustig aan de bal, maakte zijn goede keuzes. En tegen een 4-4-2 om elke keer eruit te blijven spelen, vond ik hem tactisch erg goed. Ja, ja. Want wat doet die tactisch dan goed? Wat heeft de doorslag gegeven zaterdagavond in Alkmaar? Ja, het is eigenlijk een verhaal voor een magneetbord. Maar, dat moeten we eigenlijk in vervolg hebben. Het is een verhaal voor, maar het is uiteindelijk zo dat als je tegen een ruit speelt, dan moet je je backs laag houden. En dan speel je met je 2 backs en je 2 diepste middenvelders, uh-huh, speel je 4-3 tegen hun 3 middenvelders. Dus, uh-huh, dus die 3 middenvelders die moet je grote afstanden laten maken. En je moet de bal van de ene kant naar de andere kant en weer terug laten gaan. Ja, dat hebben ze echt uitstekend uitgevoerd. Je hebt geleerd van die wedstrijd Almelo, Rob. Toen thuis in de rust Almelo met 2 spitsen ging spelen. Ja, toen van de Marel en Koem als backs. En die bleven al volharden om vrij hoog te blijven spelen. Met als gevolg dat Almelo dat in de tweede helft kon blijven aanlopen. Nou, AZ in dit geval, omdat jullie dit veel beter deden. AZ kon het niet belopen. En het was de eerste helft FC Utrecht wat veruit de betere ploeg was. Ja. Dat moet je gelukkig gestemd hebben. Want er was wat sceptisch toen je naar Alkmaar ging. En iedereen in Utrecht, de warme hart toedracht, die zal gezegd hebben, nou, dat wordt moeilijk. In Kluis ik ook, hoor. Ja, je was niet positief in je auto. Nee. Ik moet eerlijk zeggen dat wij als staf, dit is tegen een nieuw systeem, hè. Kijk, je moet dingen tegenkomen om ze onderweg te tackelen in een seizoen. Ja. Dit was tegen een nieuw systeem. En we hebben er echt 3 dagen erin geramd bij de spelers. Dus ik was heel erg, ik heb zelfs nog de avond daarvoor appte ik nog naar George Zulte, mijn assistent. Ik zei, George, we gaan daar echt gewoon winnen morgen. Ik was vast overtuigd dat ze geen antwoord zouden hebben. En dat, nou ja, goed, dat hadden ze dus ook Want niet. Vrijdag ben je ook nog op die laatste training, bijvoorbeeld tegen Pedersen, uitgehaald. Heb je vocaal uitgehaald, wat ik nog niet van je gezien had tot die tijd. Ja, maar ja, nou ja, goed, vocaal uithalen, gecorrigeerd. Omdat je van kant naar kant moet. En als je dat dan 3 dagen achter elkaar aan het trainen bent, ja, en je bent het weer vergeten, en ik heb het al 30 keer gezegd, ja, dan krijg je soms iets een stemverheffing. Maar meer was het ook niet, hoor. Vind je het leuk nog steeds? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja? Bedoel je deze uitzending? Nee, maar gewoon dat je de baas bent van FC Utrecht op dit moment. Ik denk niet in bazen. Nee, wij doen
alles met z'n allen. En dat geldt niet alleen voor de staf om het eerste, maar ook Edwin de Cruijff, Jordi Zuidam, Wilco. Weet je, dat gaat echt met z'n allen. Heel goed. Co Adriaans is de technisch adviseur van FC Utrecht. Die is volgende week onze gast hier bij Naam en Rugnummers. Daar zijn we trots op. En natuurlijk hebben we Adriaans ook gevraagd naar wat hij van de trainer, de huidige hoofdtrainer van FC Utrecht, Robbie Alfler, vindt. En die zei het volgende, Co. Robbie is wel een heel bijzonder mens, vind ik. Hij is een echte Utrechtse jongen. Hij heeft Utrecht gevoetbald. Hij spreekt ook nog Utrechts. Hij denkt Utrechts. En het is een hele moeilijke baan, trainer zijn. En zeker bij FC Utrecht. En zeker als datgene dat we beloofd hebben, doelpunten en veldpunten en spektakel, en het moet vol, hè, dat bereiken we niet tot nu toe. Blijf dan maar eens rustig als hoofdtrainer. En hij is heel relaxed. Daarmee zeg ik niet dat hem helemaal niks interesseert. Okay, ja. Maar hij blijft relaxed, hij blijft luisteren, hij is altijd dezelfde. Hij wijkt ook niet van zijn lijn af dat hij plotseling gekke dingen gaat doen of tegengestelde dingen gaat doen. Ook niet in wisselen, ook niet in zijn voetbalvisie. Ook niet dat hij plotseling gestrest is of geïrriteerd is. Hij is dezelfde Robbie als de Robbie die ik net zag bij zijn presentatie. Dus ja, dat is wel knap. Want het is toch de basis voor een trainer dat je niet in paniek raakt. En straks praten we met Robbie Alfler. Zegt hij een beetje de waarheid, Co? Nou, het is niet zo dat je helemaal vrij van stress blijft natuurlijk. Nee, okay. Als je van Cambuur thuis verliest. Dat is niet zo moeilijk. Okay. Maar ik probeer niet heel zenuwachtig rond te gaan lopen. Dus dat klopt wel. Hoe vind je dat hij het doet? Nou, dat heb ik al vaak tegen je gezegd. Ik ben het met Co eens. Hij blijft hartstikke relaxed. Ik vind ook hem heel goed overkomen na wedstrijden. Waarbij hij of winst of verliest, dat hij toch altijd die lach houdt. En eigenlijk niet zo geraakt wordt door... Ja, door die resultaten. Je hebt wel het gevoel dat zij ook hebben na een wedstrijd. Af en toe heb je zo'n kop als je overal weer langs moet, zeg maar. Dat is de adrenaline, hè? Reden genoeg om zo meteen uitgebreid met de heren over de eerste seizoenshelft voor Robbie als hoofdtrainer van FC Utrecht te praten. Wat gebeurde er nog meer dit weekend? Zoals altijd krijgt u van ons de hoogte- en dieptepunten. Ruim 2800 lopers aan de start van de Linschotenlopen. En dat is best wel veel voor een koude, natte dag in december. Voor het eerst leggen de lopers een kwart marathon af, oftewel de 10,5 kilometer. Tot aan vorig jaar werd de 10 kilometer afgelegd in Linschoten. Zo krijgen we ondanks de straffe wind dus hoe dan ook een parcoursrecord. En de eerste drager van dat record wordt ook nog eens een regiogenoot. Daar komt hij aan, Rick Goedhals uit Zeist van het Baas Running Team. Hij klokt een tijd van 34 minuten en 27 seconden. En dat is helemaal niet onaardig. Ik ben wel tevreden. Ik wilde eigenlijk gewoon voor de winst gaan vandaag. Ik was vorig jaar vierde. En dit jaar wilde ik gewoon voor de winst gaan. Dat is gelukt, dus ik ben erg tevreden. Ja. Amper 5 kilometer verderop wordt vrijwel tegelijkertijd de 22e nationale veldrit van Woerden gehouden. En ook hier hebben ze het dus maar te doen met die erbarmelijke weersomstandigheden. En dat is niet alleen afzien voor de renners, maar ook voor de toeschouwers. Deze man is dat allemaal wel gewend. Voormalig prof Erik Dekker. Hij was altijd al goed als het spookte, won natuurlijk 3 toeretappes en de klassieke Parijs-Tour. En in Woerden is hij met lokale held Wilfred Veldkamp in gevecht. Veldkamp is hier nog derde, Dekker vierde, maar dat zal een ronde later andersom zijn. Dit is dan de man aan kop, Leon Brouwer. Als er geen gekke dingen gebeuren, gaat hij hier gewoon winnen. De benen van Mischa de Vries. Oud wereldkampioen bij de Masters, won hier al vele malen. Maar hij zal vandaag vijfde worden. Want de winst gaat zoals verwacht naar Leon Brouwer. Hij is buiten categorie in Woerden, boekt alweer zijn 8e zege van het seizoen. En op het podium wordt hij vergezeld door Michael Govaerts. Hij wordt tweede en Erik Dekker legt beslag op de derde plaats. Ik heb met best wel wat verschil gewonnen, dus ik ben hier wel heel erg tevreden mee. Gelijk vanaf de eerste ronde weggereden en voorsprong kunnen uitbouwen zelfs. Dus ik ben wel tevreden met deze wedstrijd. We hebben er alles aan gedaan om Erik Dekker voor de microfoon te krijgen en voor de camera, maar die was gevlogen. Dus die zal bij de dopingcontrole zijn geweest. Kozakken Boys is de herfstkampioen. Spakenburg doet toch mee in de race om de titel. GVVV herpakt zich een beetje. En het lelijk eendje IJsselmeervogels moest een inhaalduel tegen Scheveningen proberen het blazoen op te poetsen. Weinig vertrouwen bij IJsselmeervogels na 4 nederlagen op rij. En daardoor een stroef begin in Scheveningen. De fout van der Laar, de kans van Hunting en de redding van doelman van Emmerik. Nog altijd de vervanger voor de geblesseerde Zonneveld. Aldogan. Is dit Hens van Kuipers? Scheidsrechter Bekenbrede wuift het weg en dan mag IJsselmeervogels niet mopperen. Aldogan met Kuipers.
Poort Kuipers, daar is Goemans en daar is het 1-0 voor Scheveningen. En dat is een logisch gevolg van het eerste half uur op Houtrust. Een onzeker opererend IJsselmeervogels dat nauwelijks kansen creëerde en Scheveningen ook niet veel, maar wat meer. En deze gaat erin. Komt er een antwoord van IJsselmeervogels en wanneer? Van Noord, Van der Laar. En Van der Laar probeert Ramic te zoeken. Vindt hem met behulp van El Moussaoui. Jasmin Ramic. En dan is het gelijk. Ramic mocht starten van Frans Adelaar. Omdat Adelaar niet tevreden was over het rendement van Thomas Verheid in de voorbije weken. En Ramic betaalt dat vertrouwen op deze manier uit. Want je kan zeggen wat je wil, hij maakt dit knap af. De Meidrechter. De tweede helft. Hey, daar is Kurbegovic. Wat doet hij daar? Die is ingevallen voor Kuipers vlak voor rust. Een wissel die maar heel weinig mensen begrepen. Een tactische wissel van Adelaar en Kurbegovic in de eerste minuut na rust schiet hier de bal tegen de hand van verdediger Ros op. En de strafschop voor IJsselmeervogels wordt binnengeschoten door Mike van der Laar. De tactische wissel van Frans Adelaar werd door weinigen begrepen, maar met de komst van Kurbegovic en de nodige omzettingen in de ploeg kreeg IJsselmeervogels de wedstrijd onder controle. Dit is de harder. Het handje van Korendijk en scheidsrechter Bekenbrede geeft opnieuw een strafschop aan IJsselmeervogels en rood aan Korendijk. Het is een heel licht contact aan de naar achteruit gestoken linkerarm van Michael de Harder. Maar het is voldoende voor Bekenbrede om de bal opnieuw op de stip te leggen. En Mike van der Laar doet wat hij al eerder deed. Rechtsonder en raak. 3-1 voor de Vogels. De eerste keer dit seizoen dat IJsselmeervogels meer dan 2 doelpunten maakt in 1 competitiewedstrijd. Opnieuw van der Laar. Mooie paas op Kurbegovic. Kurbegovic, Verheid. En dan is het 1-4. Thomas Verheid ingevallen voor de andermaal geblesseerd geraakt. Ramic. De mooie voorzet met buitenkant links is van Kurbegovic en de kopbal van Verheid past precies. Boschaert, Verheid, Kurbegovic en die gooit al zijn gram in dit schot. Selmo Kurbegovic was veel te vaak bankzitter naar zijn zin. En alle frustratie daarover zit in deze pegel. En dat viert hij dan zo met de supporters. IJsselmeervogels wint met 5-1 in Scheveningen. Cruciale moment in de wedstrijd. Een wissel die op het moment dat jij hem toepaste niemand begreep. Je haalt Nick Kuipers eraf, linksback en je brengt er een rechtsbuiten in, Selmo Kurbegovic. Ja. Nou, ik vond dat het gevaar van Scheveningen kwam van Mehmet Aldogan. Ik heb net al met hem staan praten, ik ken hem nog uit de Sparta-tijd. En Nick had daar verschrikkelijk veel problemen mee. Als je dan je ploeg kunt helpen door een omzetting. Dan moet je dat doen. En ik heb niet langer gewacht, ook niet toen we al 1-1 hadden gescoord. Want ik vond dat we dat gevaar moesten bedwingen. Toen heb ik Dennis op Mehmet gezet en Benny en Lini terug. Nou, en toen hadden we ook nog eens een keer de snelheid van Selmo erbij. En toen kwamen we daarna beter aan voetballen toe. Dat is typisch van Zadelaar, die heeft het naar zijn hand kunnen zetten en daarmee gezorgd dat IJsselmeervogels toch vlak voor de winterstop weer een ruime zee geboekt. En dat hebben ze nodig, toch? Ja, nee, Frans is tactisch ijzersterk. Dat heeft hij al jarenlang. Maar je had ook een flesje wijn volgens mij gehad van Frans. Eerlijk. Nee, weet ik niet of ik die gehad heb. Nee. We gaan het even over Robbie Alphen. We hebben een paar punten van kritiek. We hebben een paar dingen die goed gaan. Althans, dat is onze analist daarvoor. Gert, je had het over late goals. Dat zijn een van de dingen waar je Utrecht kwetsbaar in vindt. In een aantal thuiswedstrijden. Ja, we gaan kijken. Rob. Dit zijn ze. Dit is de wedstrijd. Kijk, 92e minuut. Dan speel je tegen Go Ahead Eagles. Ja. Ja, dat zit nog even. Deze is heel lelijk. Dan zie je ook Bakiet met het ongeloof. Datzelfde geldt voor Letchit. Dan krijgen we... Wat gaat hier eigenlijk fout? Nou, hier staat onze linksback heel ver voorbij de as. En de linksbuiten staat dan de verre man nog te dekken. Maar buitenspelers hebben iets meer slaapmomentjes dan verdedigers. Maar we staan veel te ver over naar één kant. Ja, 89e minuut. Dan gaat de 1-3 erin. En dan is Cambuur ook de ploeg die gaat winnen in Galgenwaard.
Ja, kijk, als je met 1-2... Go Ahead was ook in dat opzicht wel een aparte wedstrijd. Daar waren we na 55 minuten gewoon alles kwijt, zeg maar. En tegen Cambuur, ja, met 1 goal achter neem je meer risico's. Maar ik ben het er sowieso mee eens. Te veel, te makkelijke tegengoals. Dat vind ik wel een zwaar verbeterpunt voor de tweede helft van het seizoen. Hier ook weer. Dan kom je op 3-2, dan lijkt het nog wat te worden. En dan meteen de avond erop krijg je de 4-2 binnen. Ja, hier wordt zij trappen af en ja, ze schieten hem naar voren. Maar ik wijd toch een beetje aan het feit, Rob, dat in die wedstrijden er verzuimd werd om de 2-3-0 te maken. Want Utrecht was de eerste helft ook tegen Go Ahead. Want ja. Je ziet de ongelooflijke blijdschap van Fouke nog in die wedstrijd. Maar als het voor rust al 3-0 voor Utrecht staat, had dat heel terecht geweest. Dan wordt er met krachten gesmeten. Dan blijft Utrecht gaan. Dat heeft denk ik ook te maken met het feit, Robby, dat het een jonge ploeg is. Met heel veel jongens, met heel veel potentie, die nog niet weten te doseren. Dus ik heb toen gezegd dat ik wel denk van, met thuiswedstrijden gaat het straks wel gebeuren dat je in die rust wel met 2-3-0 voor staat. En wat ik steeds beter vind gaan, Rob, is dat er ook momenten zijn dat er wat meer gedoseerd wordt. Ja. Dat er ook momenten zijn dat je even wat inzakt en dan weer toeslaat. En vooral in uitwedstrijden hebben jullie dat een aantal keren voortreffelijk gedaan. Ja, ik verwijt mezelf daar ook iets in, hoor. Na de wedstrijd tegen Cambuur, zeg maar, dat vond ik een soort kantelpunt. Weet je, daar was ik echt dood en doodziek. Daar heb ik ook echt wel een paar dagen last van gehad. En dan ga je toch ook afvragen, waarom is je organisatie zo snel weg? In het begin van de wedstrijd is die dan prima. Ja. En de organisatie is op een gegeven moment gewoon echt weg. Nou ja, goed, het enige wat ik dan kan bedenken is dat ik dan nog niet vaak genoeg gezegd of laten zien heb wat de organisatie is en wat je dan moet doen. En natuurlijk vertel je het en train je het en hoop je dat het erin zit, zeg maar. Maar als het er te snel uitvalt, ja, dan zal ik toch zelf ook wel iets verkeerd gedaan hebben daarin. Dus ik verwijt mezelf daar ook wel iets in. En dus heb je zeg maar de graadmeter Cambuur genomen en ben je toen veranderd voor jezelf? Heb je toen anders gedaan? Ja, toen ben ik er wel nog meer gaan hameren. Zeg. Kijk, je schat een groep in, hè? Je staat voor een nieuwe groep, je schat een groep in en je denkt, nou, je moet ongeveer zo vaak vertellen, nu zit het er wel in, nu ga je een stapje verder. Hè? Zo werkt het als trainer. En ik, achteraf gezien, denk ik dat ik vaker toch hetzelfde verhaal had moeten vertellen om het, je moet het dromen. In die kop te je krijgen. Moet het dromen. Ja, okay. Als speler moet je het dromen, moet je er altijd op terug kunnen vallen. En dan blijkt het dus wel in het begin van de wedstrijd erin te zitten, een helft of een uur. En dan is het toch weer weg. Dus ja, dan moet je met z'n allen verbeteren. Maar eerst allemaal naar jezelf kijken. Dat heb ik uiteraard ook gedaan. En ik ben dus na Cambuur wel iets anders op gaan treden, ja. Oké, okay, dan hebben we de uitoverwinning, jongens. Want laten we dat vooral niet uit ogen gaan nemen. Uitoverwinningen zijn uitstekend voor Utrecht. Hier, Feyenoord, waar je zomaar wint. En waar je in één keer die wedstrijd na de eerste 45 minuten volledig doet kantelen. En dan in de omschakeling gewoon met een Antwi een doelpunt kan maken. Dit was Go Ahead andersom. Ja. Wij moeten hier in de rust met 3-0 achter staan. Feyenoord was in de eerste helft superieur. Ja. Wat heel sterk was toen, is dat de invallers. Ja, dit is Dordrecht. Die wedstrijd moest je winnen. Daar zit dan druk op. Heel knap dan, dat je dan gewoon wint. En voor de rest in die uitwedstrijden, wat ik knap vind en vond bij die uitwedstrijden, dat er gewoon ook een hele aanvallende strategie gebezigd werd. En ook met een aantal goals in de omschakeling. Dus dat is wel een kracht van Utrecht. Want ze hebben natuurlijk Boijmans normaal gesproken elke keer erbij betrokken. Scoort altijd. Maar ze hebben ook veel snelheid voorin. En dat is denk ik de grote winst die de eerste helft van de competitie geboekt is. Robby refereerde er al aan. Hij heeft straks een mannetje van 18 tot 20 die moeiteloos gewoon mee kunnen doen. En dat is de grote winst. Het doel is gesteld, Rob. Je moet aanvallend, aantrekkelijk voetbal spelen om de Galgenwaard vol te krijgen. Is dat een mission impossible? Is dat de visie van Co, die dat samen met Wilco en al die mensen heeft besproken? Nee. Kijk, vooropgesteld ben ik aangesteld als hoofdtrainer omdat ze vertrouwen in me hebben. En omdat ze de speelstijl die ik bij Jong heb gehanteerd, zeg maar. Dat vinden ze de juiste voor in het stadion. Daarom ben ik aangesteld. Dus dat heeft niks te maken met de visie van Co. Dat is gewoon, ik wil graag naar voren spelen met mijn elftal en doelpunten maken. En een tegenstander iets, een bepaalde wil opleggen. En dat Co daarbij komt, dat begrijp ik volkomen. Want Co past bij die denkwijze. En ik ben wel eens benieuwd, en dan wil ik jullie allebei als trainer daarop aanspreken. Denk je dat als de visie van Co moet uitgedragen worden, dat dat kan zonder dat het Co zelf betreft?
Anders gezegd, een visie hoort bij een trainer en pas die trainer kan dat ten uitvoer brengen. Jij bent toch geen kloon van Ko? Nee, maar een visie is, vind ik, een heel wijd begrip. Ja? En in grote lijnen willen we hetzelfde. Alleen in details zitten altijd verschillen. Dat geldt voor Gert ten opzichte van mij en andersom. En Frans Adelaar die we net gezien hebben. Dat geldt voor iedere trainer. In detail wil je allemaal dingen op je eigen, op een andere manier. Maar in de grote lijnen denken we hetzelfde. Dat hebben wij ook. Ja, dat hebben wij ook. Maar de visie van Ko, René, het was toch ook zo dat Han Bergen vroeger al ook zo speelde. Dus het heeft toch op zijn Utrechts. Robby wil op zijn Utrechts. Jan Wouters heeft heel vaak wedstrijden ook dat het op zijn Utrechts kwam. Maar zij verschillen wat in de nuance, in details. Robby wil wat sneller pressen, hoog pressen. Ja, dat is wat Han Bergen bijvoorbeeld in mijn tijd ook altijd met ons deed. Dus dat heeft toch ook, dat is toch ook een beetje het Utrechtse wat erin zit, toch? Ja. En tot slot één ding. We hebben een aantal spelers naar jou gevraagd. En je moet ophouden met die klote geintjes. Dat is gewoon wat Boymans hier zegt. Let op. Danny, ik weet niet of ik het mag vertellen. Maar goed, dan moet je maar eerst aan de trainer vragen. Maar hij heeft Danny Verbeek één keer heel goed in gazen genomen. Danny die was de hele tijd in het kledingkaal de zak van Robby aanzingen. Maar bedoelde die zak van Robby A, Robby Adelaar, dus onze materiaalman. En op een gegeven moment, Robby Alf is ook Robby A. Dus moesten we liepen het veld op en toen zei de trainer van Danny, kom even bij mij. En vervolgens zei hij, ik neem niet bij de selectie op, want je zit de hele dag de zak van Robby A te zingen en dat kan ik niet accepteren. Dus Danny die wilde tegenin gaan. Nee, geen discussie Danny, je zit niet bij de selectie. En toen draaide hij zich om. Dus die Danny die voelde zich helemaal kloten en verschrikkelijk. En kwam hij terug in de groep. Ja jongens, dat kan toch niet. Ik bedoel Robby Adelaar, ik bedoel toch niet de trainer. En uiteindelijk heeft hij gezegd van, dat is een geintje Danny en die zit gewoon bij de selectie. Kijk, dat zijn gewoon dingen wat wij geweldig vinden en wat ik heel erg kan waarderen. Ik vind dat zo maar, want ik hoor die Danny Verbeek al. Ja, trainer, dat kan je toch niet maken? Hij was zo kwaad. Hij roste een bal weg achter me. Maar ik moest die discussie heel snel kappen, want ik moest lachen natuurlijk. Ja. Weet je. Dus nee, Danny, geen discussie, dit is een mededeling. En toen wou hij nog, nee. En toen draaide ik me om en tot slot, Robby, want ik vond het leuk dat je hier was. Wanneer gaan de gesprekken beginnen om verlenging van het contract mogelijk, of niet? Ik heb gezegd niet voor maart. Waarom? Omdat ik niet tevreden ben. Okay. Maar je hebt wel de intentie om er bij Utrecht wat van te maken en wat langer te blijven? Ja, ik Utrecht is mijn club en ik vind ook niet dat je het in één jaar volledig kan laten zien. Maar ik vind wel dat het beter moet, dus ik wil eerst wat laten zien voordat ik praat. Ik vond het een waar genoegen dat je hier was. Ik wens je hele fijne dagen. Jou ook. Ik jou ook mijn beste en kijk een beetje uit. Ja, is goed. En nu thuis... Ik jullie ook. Ja, dankjewel. En nu thuis wens ik ook de allerbeste dagen. Volgende week dus op maandag 29 december eentje om naar uit te kijken. Ko Adriaanse hier als gast, als exclusieve gast bij Namen en Rugnummers. Van dit kunt u alles terugkijken op onze website www.rfutrecht.nl/sport. Volgende week dus Ko en dan oud en nieuw en vuurwerk en vooral veel drinken. Tot volgende week.